Een Vetus watergekoeld uitlaatsysteem beschermt zowel de bemanning als de motor. Het beschermt de bemanning tegen giftige uitlaatgassen en de motor tegen ongewenst water in het uitlaatsysteem. In deze video gaan we verder in op deze taken. We kijken naar de verschillende bedrijfsomstandigheden zoals volgas, maar ook de winterstalling. En we kijken naar keuzes en het kiezen van de juiste onderdelen voor uw toepassing. In deze video bouwen we een compleet uitlaatsysteem op. We laten onderweg alle keuzes zien die je hebt om je systeem nog veiliger en efficiënter te maken. We beginnen met de buitenwaterschep die het buitenwater opzuigt. Dat buitenwater wordt gekoeld om je motorblok te koelen. En aan het einde van je motorblok komt het koelwater weer tevoorschijn. Dat gebeurt in de injectieelleboog. Hier injecteren we koud buitenwater in hete uitlaatgassen, zodat die enorm afkoelen naar een veel veiliger temperatuur. Vanaf hier loopt er vaak een rubber slang naar een waterlok. En de taak van het waterlok is te zorgen dat het water overboord wordt gepompt, meestal via een zwanenhals. Een zwanenhals is een verhoging in het systeem. Dus het water komt hier binnen, gaat er via deze slang weer uit. Wat ervoor zorgt dat bijvoorbeeld golven of bij zeilschepen onder helling geen water je koelsysteem binnen kan dringen. Aan het einde van het systeem zit een spiegeldoorvoer waar het water samen met uitlaatgassen wordt afgevoerd. Nou, we kijken naar al die onderdelen in verschillende bedrijfsmodi. Volgas, als je weinig tegendruk wil in het systeem. Rustig varend, dan wil je weinig geluid. Maar ook naar bijvoorbeeld winterstalling of lange periodes in het water. Daarnaast kijken we naar noodgevallen, bijvoorbeeld veel te veel koelwater in je systeem als je lang gestart hebt zonder dat de motor aanslaat. Of wat er gebeurt als er juist te weinig koelwater in het systeem is. Je waterschepje is bijvoorbeeld verstopt door een plastic zak. De belangrijkste taak van je uitlaatsysteem is natuurlijk het veilig afvoeren van giftige uitlaatgassen. Omdat er ook buitenwater in het systeem zit, krimpen die hete uitlaatgassen in en dat dempt het geluid veel verder. Maar een goed waterlok en een goede zwanenhals zorgen voor een nog verdere geluidsreductie. Daarnaast is het belangrijk om je motorblok te beschermen tegen het koelwater wat in het systeem zit. Onder geen enkele omstandigheid mag dat water teruglopen je motorblok in, omdat het enorme schade ten gevolge heeft. Water kan ook in je systeem komen van buitenaf. Denk dan bijvoorbeeld aan golven die tegen de spiegel slaan of helling in een zeilschip, waardoor water langzaamaan in het systeem komt. Een derde oorzaak van te veel buitenwater in je systeem kan het effect van hevelen zijn. Bijvoorbeeld via de schroefaskoeling of via het normale koelwatersysteem van je motor. En we laten ook zien hoe je dat kan voorkomen. Een natte uitlaat moet in een aantal verschillende bedrijfsmodi kunnen werken. De bekendste zijn vol gas. En bij vol gas wil je zo min mogelijk tegendruk in het systeem. Tegendruk heeft een zeer nadelig gevolg op het brandstofverbruik van je motor en het vermogen wat hij kan leveren. Alle Vetus onderdelen zijn daarom ontworpen om zo min mogelijk tegendruk te geven bij vol vermogen. Als je wat rustiger vaart, zit er minder uitlaatgas, minder koelwater in het systeem en dan wil je juist een sterke geluidsreductie, zodat je volop van de natuur kan genieten. Als de motor uitstaat, komt eigenlijk de belangrijkste functie van je koelwatersysteem. Je moet voorkomen dat water je motorblok in kan lopen. Er zijn verschillende oorzaken voor en we gaan ook kijken hoe je die kan voorkomen. Denk dan bijvoorbeeld aan de winterstalling. De boot staat op de kant, het zijn vriestemperaturen. Hoe voorkom je dat er schade optreedt aan je motor of het uitlaatsysteem? In het water kan het gebeuren dat door golven, door hevelen of door helling van je schip langzaamaan steeds meer water zich in het systeem verzamelt. We gaan kijken hoe je systeem daarmee omgaat. Daarnaast kan het gebeuren dat je gebrek aan koelwater hebt. Het waterschepje is bijvoorbeeld verstopt. Je impellerpomp werkt niet zo goed meer. Nou, een goed ontworpen uitlaatsysteem moet daarmee om kunnen gaan. In de komende video kijken we bij alle onderdelen naar deze verschillende bedrijfsomstandigheden. De volgende onderdelen zul je op bijna ieder watergekoeld uitlaatsysteem aantreffen. De meeste systemen beginnen met een buitenwaterzeefje. Die zit gemonteerd buiten de boot en via deze gleuven wordt koelwater aangezogen om je motorblok en het uitlaatsysteem te koelen. Nou, de juiste plaatsing van dit schepje is van belang. Op een motorboot wil je dat de boeg hier zit, zodat de boot tijdens het varen het water via deze gleufjes, de vaarsnelheid, helpt om je motorblok van genoeg koelwater te voorzien. Je krijgt dan wat extra stuwdruk. Op een zeilboot wil je die druk juist niet, dus op een zeilboot monteer het schepje andersom, zodat het water er meer lang stroomt in plaats van erin wordt geperst. Je impellerpompje moet dan iets harder werken, maar daar kan die prima tegen. Maar het voorkomt dat er steeds druk op het systeem staat, waardoor je uitlaatsysteem vol zou kunnen hevelen. Daarna volgt bijna altijd een wierfilter, waterfilter. Dit is mijn favoriete tippen met die doorzichtige deksel, dat ik heel snel kan zien of mijn buitenwater wel schoon is, of er geen waterplantjes of andere vervuiling in zit.
Vanaf hier stroomt het water door je motorblok en komt tevoorschijn bij het injectiepunt. Deze wordt meegeleverd met de motor. Bij veters zijn deze roteerbaar, zodat de rubberslang die hierna komt veel makkelijker gemonteerd kan worden. Ook zit er een uitlaatalarm in en dat geeft een hele vroege waarschuwing bij problemen met je buitenwater. Nou, vanaf hier kun je, omdat de hete uitlaatgassen worden gekoeld met koud buitenwater, verder gaan met slangen. Veters levert daarvoor speciale uitlaatslangen. En om even te laten zien hoe soepel die zijn om te installeren, heb ik er een knoop in gelegd. Dit is een slang van 50 mm. En zelfs als je hier warm water doorheen pompt en de slang wat zachter wordt, blijft hij deze vorm behouden. Hij knikt niet. Daarnaast is de slang erg glad van binnen, zodat bij vol vermogen het uitlaatsysteem zo min mogelijk weerstand geeft. Vanaf het waterinjectiepunt, omdat het hete uitlaatgas nu gekoeld is met koud buitenwater, kun je verder werken met een flexibele rubberslang. Zorg dat deze slang zo recht mogelijk naar beneden wijst. Hij hoeft niet loodrecht naar beneden, maar minimaal onder 45 graden. Dat zorgt ervoor dat ook bij lage toerentallen, als je weinig uitlaatgas hebt en weinig koelwater, het koude koelwater toch goed gemixt wordt met die hete gassen. Bij snelvarende boten, patrouilleboten, is dat vaak niet mogelijk. Moet de slang horizontaal lopen door de rompvorm. En ook daar hebben we oplossingen voor die straks aan bod komen. Bij de meeste boten zal het waterniveau rondom deze lijn liggen. Nou, dat water stroomt dus niet vanzelf overboord. Je moet daarvoor een waterlok toepassen. Vetis heeft een enorme range aan waterloks. Van, nou, ik noem het bijna onze klassieker. Die veel gebruikt wordt op zeilboten, wat kleinere motorboten. Nou, wat makkelijker te installeren types, zoals de NLP. Ik kan de bovenkant en de onderkant draaien vanaf elkaar. Ik kan ook de in- en uitlaat draaien, waardoor die veel makkelijker te installeren is. Specifiek voor zeilboten, die vaak al wat weinig ruimte hebben onder de vloerplanken, zijn er horizontale waterloks. En straks lopen een aantal van die keuzes langs die je aan boord kunt hebben. Een onbekende, maar wel hele prettige oplossing is bijvoorbeeld een gas-waterscheider. Uitlaatgas samen met water loopt hierin. Het water loopt er aan de onderkant uit. Aan de andere kant komt heel stil uitlaatgas naar buiten toe. Een hele prettige oplossing als je veel in natuurgebieden vaart. Om te voorkomen dat buitenwater ongewenst in je uitlaatsysteem komt, denk dan bijvoorbeeld aan golven, het effect van helling bij zeilboten, maar ook een boot die zwaarder beladen is dan normaal, wordt bijna altijd een zwanenhals toegepast. Je kunt een zwanenhals maken van onze uitlaatslang, die is daar flexibel genoeg voor, maar er zijn ook kant-en-klare oplossingen voor. Ook hier kan de bovenkant roteren ten opzichte van de onderkant, de inlaat en de uitlaat kan ik roteren voor een veel makkelijker installatie. Nou, om hevelen te voorkomen wordt vaak een beluchter toegepast, een air vent. Ook daar hebben we alvast een fitting voor gemaakt op de zwanenhals om het installeren een stuk eenvoudiger te maken. Ook in zwanenhals hebben we een uitgebreid pakket. Dit is bijvoorbeeld een systeem voor grotere schepen met stevige uitlaatslangen. Nou, zoals je ziet zit de uitlaat er niet recht onder, maar onder een kleine hoek. Ook dat maakt het installeren een heel stuk eenvoudiger. Maar hoe werkt een waterslot eigenlijk? Ieder type waterslot, hoe die er van buiten ook uitziet, werkt eigenlijk op hetzelfde principe. Het bestaat uit twee kamers. In één kamer verzamelt zich water en uitlaatgas. En bij dit waterslot komt hier normaal gesproken de slang aan vanaf de uitlaat. Die slang loopt naar beneden, naar deze opening. Water en gas verzamelt zich hier. Nou, het uitlaatgas verdwijnt gelijk naar buiten toe. Maar het water verzamelt zich in de bodem en het waterniveau stijgt langzaam. Op een gegeven moment sluit dat deze kamer af. Het waterniveau zal nog ietsje doorstijgen, maar zodra er nog meer uitlaatgas aankomt, komt er een beetje druk op het water. Uitlaat is immers afgesloten en ineens wordt al dat water naar buiten gedrukt. En dat geeft dat typische flutsgeluid, waarbij je om de 10-20 seconden wat water krijgt. Dat is het waterniveau wat stijgt, de uitlaat afsluit en dan ineens naar buiten toe wordt geperst. Nou, datzelfde principe geldt ook voor de NLP-serie. Twee kamers, alleen veel meer volume om water op te slaan. Want wat is de taak van een waterslot? Zodra je de motor uitzet, zit er water en uitlaatgas in de slangen. Dat water moet zich verzamelen op het laagste punt van het systeem. En bedenk dat deze meestal ver onder de uitlaat zit gemonteerd. Hier moet het water zich in verzamelen, zodat het onder geen beding terug kan stromen naar je motorblok. Nou, een goed uitlaatsysteem heeft ook wat reservevolume voor bijvoorbeeld hevelen, golven of andere oorzaken, waardoor je toch wat meer water in je systeem krijgt. In de winterstalling kun je simpelweg de dopjes losdraaien, waardoor het water eruit loopt en je systeem, je uitlaatsysteem, beschermd is tegen vorst. Naast deze hoofdonderdelen heeft Vetis nog meer mogelijkheden om je systeem veiliger of efficiënter te maken. Een daarvan is bijvoorbeeld de aftap van een watergesmeerd schroefaslager. Voordeel van een watergesmeerd schroefaslager is dat je buitenwater gebruikt om hem te koelen, waardoor je geen vet of olie meer nodig hebt en dat is wel zo milieuvriendelijk.
Om dit lager, wat aan het einde van je schroefas zit, te koelen, kun je aan het begin een schroefasafdichting plaatsen. Er zit al een nippel op waarmee je wat buitenwater kan aftappen van je motor om het systeem te koelen. Hou wel in de gaten dat als de motor stilstaat, water ook terug kan stromen richting je motorblok. Dus vaak zal een airvent nodig zijn om ervoor te zorgen dat het systeem veilig is. Een beluchter waar we straks ook naar gaan kijken. Nou, een airvent zorgt ervoor dat er een luchtbel ontstaat in het systeem als de motor uitstaat en die voorkomt dat water kan gaan hevelen. Dat kan via je impellerpomp gebeuren, maar dus ook via een aftap voor buitenwater. Iedere Vetus scheepsdiesel is voorzien van een uitlaattemperatuuralarm in het injectiepunt. Dit is namelijk het eerste punt waar je kunt meten dat er mogelijk een probleem is met je koelwatertoevoer. Denk daarbij aan de slippende V-snaar, een versleten impellerpomp of onverwachte vervuiling in het systeem. Hier begint de temperatuur dan als eerste op te lopen en je hebt dan een heel vroegtijdig alarm dat er mogelijk problemen ontstaan. Op snelvarende schepen kan het zijn dat de slang die vanaf je injectiepunt naar achteren loopt, niet recht naar beneden kan lopen vanwege de rompvorm. Nogmaals, recht naar beneden hoeft niet, maar je wil dat die hoek zo steil mogelijk is. Wordt die hoek te horizontaal, dan kan het gebeuren, zeker bij lage toerentallen, dat het koude water onderin de slang blijft liggen en het hete uitlaatgas boven in de slang voor schade zorgt. Nou, zeker bij lage toerentallen wordt het uitlaatgas niet genoeg gemengd met koud water en daarvoor leveren we een mixer, ook wel swirler genoemd, die ervoor zorgt dat dat koude water goed gemengd wordt met de hete uitlaatgassen. Nou, op snelvarende boten, als die slang bijna horizontaal loopt, wil je een verdere demping van het uitlaatgeluid. Alleen die mixer dempt niet genoeg. En daar leveren we speciale dempers voor. Zoals je ziet ook tot stevige motorvermogens aan toe. Deze demper reduceert het uitlaatgeluid verder en is daarnaast voorzien van een terugslagklep. Bij dit soort grote uitlaatsystemen kan het gebeuren dat als je plotseling van het gas afgaat, de boot vertraagt, dat het koelwater in het systeem nog steeds snelheid naar voren heeft en richting je motorblok gaat. Nou, de terugslagklep die hierin zit, voorkomt dat dat gebeurt en is daarmee een extra bescherming van je motorblok. Als laatste zit er in je systeem vaak een spiegeldoorvoer waar het uitlaatgas samen met het koelwater wordt afgevoerd. Die verkopen in verschillende uitvoeringen van volledig kunststof naar RVS-oplossingen. En zoals je ziet ook voor grote motorvermogens, inclusief een terugslagklep als extra bescherming van je uitlaatsysteem. Dus we leveren in volledig kunststof en volledig RVS. Vetus levert complete systemen. En daarmee bedoelen we dat je per motor een complete set kan kopen met alle onderdelen die daarmee precies bij je motor passen. Kijk in de catalogus en die is online en op papier beschikbaar. Zoek je motor op en er staat een tabel bij met bijvoorbeeld de waterinlaat die erbij hoort, de uitlaatdiameters, zodat je direct op zoek kan naar de juiste componenten voor jouw toepassing. Goed voorbeeld is bijvoorbeeld de waterset. Normaal koop je een los waterschepje, een losse kogelkraan. Koop je de kit, dan heb je in één keer alle onderdelen die je nodig hebt. En nogmaals, let er even op bij motorboten, boeg hier, zodat het waterschepje extra druk krijgt tijdens het varen. Bij zeilboten en generatoren in deze positie, de boeg hier, zodat je niet die extra druk krijgt en dus ook geen risico hebt op water in je motorblok of je uitlaatsysteem. Datzelfde geldt ook voor onze schroefassystemen. Die zijn tegenwoordig bijna altijd watergesmeerd. Dus je koopt een compleet systeem met alle lagers en de afdichtingen er al in. En in de buurt van je schroef zit vaak een watergesmeerd lager. Watergesmeerd, milieuvriendelijk, scheelt ook veel onderhoud. Maar zo'n watergesmeerd lager heeft een klein beetje stroming nodig om warmte en eventueel vuildeeltjes af te voeren. Nou, aan de voorkant van je schroefassysteem zit daarom een afdichting. Vetus is uniek dat we drie lippen achter elkaar hebben, waardoor het een vrijwel onderhoudsvriendelijk en zeker lekvrij systeem is. Om water toe te voegen zit er een slangpilaar op. En als je voor de ZWB-kit kiest, kloppen al die maten ook weer met elkaar. Je zet hier een slang op. Je takt een klein beetje water af van het koelwater van de motor en dat zorgt voor een perfecte smering van je lager. Let er wel op dat als je de motor uitzet, er geen druk meer op het systeem staat, dat water via je schroefwas en deze slangpilaar terug kan stromen naar het motorblok, het heveleffect. Nou, hoe je dat kan voorkomen, daar gaan we verderop in deze video op in. Bij het heveleffect heb je een ongewenste waterstroom richting je uitlaatsysteem of je motorblok. Dat kan via verschillende routes, bijvoorbeeld via je watergesmeerde schroefas. Je zet de motor uit, nou, dan wil de waterdruk richting je motorblok stromen of via het normale koelsysteem. Om dat tegen te gaan kun je een airvent monteren. Deze zorgt voor een luchtbel in het systeem en door die luchtbel wordt de waterstroom geblokkeerd.
Vetus kent twee varianten. Dat is de AirVent, een wat ouder, welbewezen product met een mechanische klep. Die mechanische klep die blijkt eens in de zoveel tijd wat onderhoud nodig te hebben. En die kan ook wat gaan lekken als er bijvoorbeeld vuil in terecht komt. De nieuwe uitvoering is de ASDV. Daar zit een eendenbekklepje in en die blijkt in de praktijk zeer betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Toch slijten ook die klepjes en dan leveren we een setje voor met vier nieuwe klepjes en een borsteltje. Maar eerst gaan we kijken hoe het heveleffect optreedt en waarom het zo gevaarlijk is voor je motorblok. In deze demonstratieopstelling laten we het effect van hevelen zien. We pompen zo meteen water door het motorblok via de normale route. En normaal gesproken komt dat water hier bij de knie terecht in het hete uitlaatgas. En loopt het koelwater door een slang naar je waterlok. Nou, zolang de motor loopt staat er druk op van het uitlaatgas en het water wordt weer overboord gepompt. Zet je de motor uit, dan kan het zijn dat langzaam water blijft hevelen. Dat loopt langzaam via de waterreactiepunt in de slang naar je waterlok. En dat waterlok zal zich heel langzaam vullen met water. Nou, start je dan de motor weer een keer, een paar dagen later, dan pompt hij dat water via de normale route weer naar buiten toe. Maar lig je langer stil, dan kan het zijn dat dat waterniveau stijgt en stijgt en stijgt en op een gegeven moment schade aanricht in je motorblok. Nou, normaal gesproken zit er een impellerpomp op je motorblok. Dat zijn dit soort pompjes met de bekende schroepjes. En zolang die nieuw zijn, dichten ze behoorlijk goed af. Maar worden ze wat ouder, blijven die schroepjes een beetje krom staan, dan gaat die een klein beetje lekken en dan kun je water gaan hevelen. Nou, bij deze motor hebben we de impellerpomp even losgekoppeld. In deze bak zit een pompje. En die pompt zo meteen via de normale route water door het blok heen. Dus als ik het pompje aanzet, dan zie je dat die koelwater rondpompt. Nou, dit is ongeveer de normale hoeveelheid water. Zet ik het pompje uit, dan zie je dat het water door blijft druppen. Het is niet veel, maar er blijft water uit de uitlaat komen. En dat is het effect van de zwaartekracht die aan deze slang trekt en daardoor het water als het ware door het motorblok heen pompt. Het is niet veel water, maar langzaamaan vult de waterlok zich en de slang. Wil je dat hevelen stoppen, dan kun je wat lucht introduceren. Ik hou even het pompje boven water. Er lekt wat water uit en nu zie je dat het hevelen is gestopt. Dus met een klein beetje lucht kun je het hevelen voorkomen. En dat is nou net de werking van een airvent van een beluchter. Om hevelen te voorkomen heb je dus een luchtbelletje nodig in het systeem. Dat is de taak van een airvent, een beluchter. Als hier negatieve druk op staat, gaat het klepje open en kan er via dit tuitje een klein beetje lucht worden aangezogen en die stopt het hevelen. Onder positieve druk, als de pomp aanstaat, is het klepje dicht, waardoor het water gewoon omhoog en naar beneden stroomt. Dus ik start zo meteen de motor, of beter gezegd, ik zet het pompje in de bak aan. Water wordt op de normale manier door het systeem gepompt. Dat water komt hier naar boven toe. Dan komt er druk op het klepje is dicht, waardoor het water omhoog en naar beneden stroomt en op de normale manier uit de knie komt. Zet ik de motor uit, dan staat er geen druk meer op de slang. Sterker nog, de zwaartekracht trekt aan het water in de slang. Dan gaat het klepje hierboven open en die laat wat lucht in het systeem. Op het moment dat de lucht in het systeem komt, wordt het hevelen ook onderbroken. Nou, er zit wat volume in de slang, dat loopt nog wel in de emmer, maar daarna zul je zien dat het hevelen stopt. Dus ik zet de motor aan, er komt waterdruk op het systeem en we zien dat de bak zich vult. Ik zet de motor uit, ik hoor de lucht naar binnen gezogen worden, het waterniveau zakt in beide slangen. Er lekt nog een klein beetje water uit, maar zodra dat stopt is het hevelen helemaal klaar. Er zit lucht in de slangen, dit zijn hooguit een paar druppeltjes. Bij Vetus adviseren we om altijd een airvent, een ASDV, een beluchter te plaatsen, omdat het een goede bescherming is van je motorblok tegen het ongewenste hevelen van buitenwater. We schrijven voor dat je hem moet gebruiken, ook voor garantiegevallen, op het moment dat het waterniveau plus 15 centimeter boven deze lijn komt. Dus ligt dit niveau je ver onder, dan ben je redelijk veilig, maar ook dan adviseren we om een beluchter te plaatsen. Maar komt het waterniveau plus 15 centimeter in de buurt van deze lijn, dan moet je een beluchter plaatsen. Plaats die beluchter niet overdreven hoog, want dan moet je waterpomp erg hard werken om hier druk op te zetten. Ongeveer 40 centimeter boven de waterlijn, dat is de juiste plek voor een beluchter. Zoveel mogelijk in de hardlijn van het schip, zodat die ook tijdens helling niet onder water komt. Nou, in bijzondere omstandigheden kan het zijn dat het klepje een heel klein beetje water lekt. Dat gaat echt over druppeltjes, daarom zit er een slangpilaar aan en dan kun je het water afvoeren naar een veilige plek. Al onze zwanenhalsen zijn daarom ook voorzien van een slangpilaartje, zodat je het water kunt afvoeren.
Je kunt die slangpilaar ook op een tweede manier gebruiken. Je kunt het klepje helemaal verwijderen. Dus ik haal nu de ductbillvelf eruit. Dit is een klein wit klepje. En schroef dan uiteraard het dekseltje weer terug. Als ik nu de motor start, zal er continu water uit het slangetje komen. Nou, het voordeel is dat je systeem hebt wat bijna niet verstopt raakt, waar ook geen bewegende delen meer in zitten. Hoewel die ductbillvelf in de praktijk zeer betrouwbaar blijkt te zijn. Maar vaar je veel in zanderig water, dan kan dit een goede oplossing zijn. Zorg er dan wel voor dat het slangetje continu afloopt. Het liefste naar een zwanenhals toe, zodat je zeker weet dat het water op een veilige manier wordt afgevoerd. Als je wat buitenwater aftapt om je watergesmeerde schroefas mee te koelen, dan gebeurt dat vaak op deze plek. Dus waar het koelwater uit het motorblok komt en naar het waterinjectiepunt gaat. Zorg ervoor dat die aftap aan de juiste kant van de airvent zit, van de beluchter zit. En het is altijd aan de pompkant waar positieve druk staat als de motor uitstaat. Dan weet je zeker dat als je de motor uitzet, er lucht in het systeem komt, waardoor het hevelen stopt. Zet je per ongeluk de aftap aan de kant waar de knie zit, dan kan het zijn dat er water terug gaat lopen via de schroefas, via deze slangpilaar, via de slang naar de aftap en dan toch je uitlaatsysteem langzaamaan volhevelt. Storingen in het buitenwatercircuit komen helaas nog wel eens voor door bijvoorbeeld vervuiling in het water. Denk aan een plastic zak die voor de inlaat wordt gezogen, maar ook wier, kroosdeeltjes. Maar ook mechanische storingen komen af en toe voor. Een versleten impellerpompje, een veesnaar die begint te slippen omdat die overbelast is. Het eerste punt waar de temperatuur oploopt is bij het waterinjectiepunt. Je hebt daar immers heet uitlaatgas, een paar honderd graden. En dat hete gas koel je met buitenwater van 25 à 30 graden. Zodra je een storing hebt in het koelsysteem, begint vaak de temperatuur op dat punt al op te lopen. Lang voordat je schade hebt aan je motorblok en zelfs nog voordat de temperatuurmeter van je motorblok begint op te lopen. Daarom is iedere Vetus motor voorzien van een vast ingebouwd uitlaattemperatuuralarm. Dat zit in het waterinjectiepunt, is gekoppeld aan je dashboard en je krijgt dan al een alarm lang voordat er schade is en je hebt dan ook nog tijd om een veilige ligplaats te zoeken. Is je motor niet voorzien van een uitlaattemperatuuralarm, dan kun je een losse sensor monteren. Die koppel je aan het alarm wat linksonder is getekend. Dus Vetus levert daar verschillende oplossingen voor. Je kunt de XH-SH-sensor in de slang monteren. Je boort een klein gaatje en met een speciale fitting kun je dat waterdicht weer monteren. Maar steeds meer van onze waterlocks en dempers zijn voorzien van een speciale aansluiting waar je de XH-SM-sensor in kan schroeven. Die verbind je met het alarm linksonder. En zodra de watertemperatuur begint op te lopen, krijg je een alarm nog voordat er enige schade is. Hoe snel reageert zo'n uitlaatalarm nou in de praktijk? Dit is een losse sensor die je kunt inbouwen als je geen vast alarm hebt, met de melder voor in je dashboard. En hier staat mijn kop thee. En daar is het alarm al. De uitlaatslangen van Vetus zijn specifiek ontworpen voor hun taak. Een uitlaatsysteem moet zo efficiënt mogelijk werken met zo min mogelijk tegendruk. Onze waterlocks, dempers, alles is daarop afgestemd. Ook de uitlaatslang die is voorzien van een zeer gladde binnenkant, zodat het gas en het water er met zo min mogelijk weerstand doorheen gaat. Daarnaast moet de uitlaatslang flexibel zijn, zonder te knikken. Nou, onze slangen zijn erom voorzien van een RVS-spiraal, waardoor je de slang erg ver kan buigen zonder dat hij knikt. Slang wordt vaak wat soepeler als je hem warm maakt, maar door de RVS-spiraal zal deze nooit knikken. Probeer dit soort bochten wel te voorkomen, want dit levert een hoop extra weerstand op het systeem. Kies altijd voor wat vloeiende bochten, maar als het echt moet, weet dat onze slang er wel tegen kan. Daarnaast leveren we ook kunststofdelen, zoals knieën, ellebogen in verschillende hoeken om de installatie zo makkelijk mogelijk te maken. Een uitlaatsysteem vervoert veel giftig gas en koelwater, dus er is risico op zinken en vergiftiging. Vandaar onze heavy-duty hoseclips, de slangklemmen, die zijn specifiek gemaakt voor dit soort zware toepassingen. Want vaak zit het systeem op een plek die moeilijk te inspecteren is. Je moet er gewoon op kunnen vertrouwen dat de slang, alle andere delen en de slangklips jarenlang meegaan. Om ervoor te zorgen dat slangen makkelijk op hun plek vallen, kun je voordat je ze monteert de binnenkant smeren met wat zeepwater. Gebruik geen olie- of petroleumhoudende producten, ook geen siliconen, die tasten na verloop van tijd het rubber aan.
Dus een klein beetje dikker zeepwater op zowel de binnenkant van de slang als de fitting. Dan schuift alles veel makkelijker op zijn plek, waardoor het monteren een stuk eenvoudiger wordt. Een waterlok kun je zien als het hart van een watergekoeld uitlaatsysteem. Uit je uitlaat van je motorblok komt een mengsel van buitenwater, wat gebruikt is om je motor te koelen, en uitlaatgas. Hieraan zit de slang die naar beneden loopt en dat verzamelt zich in een waterlok. Nou, je waterlok zorgt voor twee dingen. Deels pompt het het water overboord. Hij zorgt ervoor dat het naar een hoger niveau wordt gepompt. Maar daarnaast zorgt je waterlok er ook voor dat als je de motor uitzet, het water wat in je uitlaatsysteem zit, zich verzamelt in het waterlok en dus geen schade geeft. Vetus levert een uitgebreide serie aan waterloks, verschillende inhouden, afmetingen, maar ook verschillende modellen. In de komende video's gaan we kijken hoe je een waterlok selecteert wat bij jouw toepassing hoort. We beginnen met de slangdiameter. Daarna kijken we hoeveel slang is er nodig in je systeem. Daarmee kunnen we bepalen hoe groot het waterlok moet zijn. En we gaan kijken naar het model en het materiaal waar je voor kunt kiezen. Je watergekoelde uitlaatsysteem begint bij het waterinjectiepunt van je motor. Dat wordt meegeleverd met het motorblok. Daarom staat er in de Vetus-catalogus voor iedere motor een tabel met basisgegevens. Wat is de koelwaterinlaat, maar ook wat is de diameter van het waterinjectiepunt en daarmee ook de diameter van je uitlaatsysteem. Voor de motor die ik nu heb uitgezocht is de diameter 125 mm en dat wordt dus ook de diameter van de slangen in ons systeem. Om de inhoud van het waterlok in liters te bepalen, moeten we weten hoeveel slanglengte afwatert richting het waterlok. Alle delen die we meenemen knipperen in dit geval blauw. Aan de linkerkant van de zwanenhals, dat slangvolume tellen we niet mee, omdat het immers overboord afwatert. Het kan dus, als je de keuze hebt, verstandig zijn om vanaf het waterlok eerst de leiding omhoog te brengen en daarna schuin naar beneden aflopend richting de spiegeldoorvoer, zodat zoveel mogelijk water overboord loopt. Maar bij veel boten zal het gebeuren dat de leiding onder de vloer ligt. Dan heb je een horizontaal stuk. Daarna omhoog naar de zwanenhals. En al dat volume telt mee voor het waterlok. We hebben nu alle gegevens om te bepalen hoe groot het waterlok in liters moet zijn. We weten immers hoe lang de slang is, wat de diameter van de slang is. En we schatten in dat de helft van de slang gevuld is met water. Nou, in dit geval gebruiken we de formule om te bepalen hoe groot het waterlok moet zijn. Aan het einde van deze video hebben we een tabelletje geplaatst met daarin per lengte slang hoeveel water er in de slang zit. Je kunt dan heel simpel kijken wat is de diameter van de slang maal bijvoorbeeld 5,5 meter lengte. Dan weet je hoe groot het waterlok moet zijn. Je kunt deze formule toepassen. Je kunt straks ook aan het einde van deze video naar de tabel kijken. Een rekenvoorbeeld. We hebben een diameter van 125 meter, 6 meter slanglengte. Nou, het is het makkelijkst om in decimeters te rekenen, omdat de uitkomst dan gelijk in liters komt. Nou, een diameter van 125 mm gedeeld door 2 is een radius van 62,5 mm. In decimeters 0,625 decimeter. Een lengte van 6 meter betekent in decimeters 60 decimeter. Als we de formule ingaan in decimeters is de uitkomst in liters. Een half, we gaan uit van 50%, maal pi, 3,14, maal de radius, maal de radius. Je doet hem in het kwadraat, maal 60, kom ik uit op een waterlok van 53 liter minimaal. Nogmaals, je kunt ook straks aan het einde van de tabel kijken. We hebben dan voor een diameter van 125 mm aangegeven hoeveel liter water er per meter slang in zit. En je hoeft dan alleen nog maar 6 meter slang te vermenigvuldigen met dat getal. Nu we weten wat de slangdiameter is en hoe groot de inhoud van het waterlok in liters moet zijn, kunnen we in de catalogus gaan kijken welk waterlok het beste bij jouw toepassing past. Nou, Vetus levert een uitgebreide range aan waterloks van de, ik noem maar even, de klassieker, hoewel die tegenwoordig ook draaiende in- en uitlaten kan hebben, naar de NLP-serie, een van mijn favorieten met monteren, omdat ik de bovenkant en de onderkant onafhankelijk van elkaar kan roteren, en de in- en de uitlaat. Naar hele grote systemen met honderden liters inhoud. Het hangt er echt vanaf wat heb je aan boord. Voor zeilboten is vaak onze horizontale uitvoering erg prettig, omdat je die onder de vloer kunt wegwerken. Blader door de catalogus, kijk welke vorm het makkelijkste installeren is op jouw schip. De waterloks van Vetus zijn gemaakt van een speciale blend van kunststoffen. Het voordeel van kunststof is dat het uitstekend bestand is tegen de zurige uitlaatgassen en het gebrek aan zuurstof. Kunststof corrodeert niet. Daarnaast kunnen we het exacte vorm geven die we willen. Daardoor heeft deze waterlok een lage tegendruk
en een uitstekende geluidsdemping. Soms worden waterloks van RVS gemaakt. Wij zijn daar geen voorstander van. Roestvrij staal heeft zuurstof nodig om corrosiebestendig te zijn. Dan vormt het een beschermend laagje. En zuurige uitlaatgassen waar weinig zuurstof in zit, tasten RVS aan. En dan kan een waterlok er vanaf de buitenkant perfect uitzien, maar vanaf de binnenkant bijna helemaal zijn doorgeroest. Hetzelfde geldt voor polyester. Dat ziet er vaak vanaf de buitenkant goed uit, maar aan de binnenkant weet je niet wat er gebeurt. Polyesterhars, verliest al bij relatief lage temperaturen veel sterkte. En dan kan die er aan de buitenkant goed uitzien, maar vanaf de binnenkant al behoorlijk verouderd zijn. Nou, onze kunststof waterloks hebben een enorm lange levensduur. Wel worden er soms vragen gesteld bij de temperatuursbestendigheid. Nou, bedenk dat een waterlok wordt gekoeld met water en dat de normale temperatuur in het systeem 40-50 graden is, hooguit. Toch kan het gebeuren bij een storing dat die temperatuur oploopt en je systeem is daartegen bestand. Alle Vetus-motoren hebben een uitlaatalarm en nog voordat er enige schade aan je motorblok is of je uitlaatsysteem, zal dat alarm aangeven te weinig koelwater en je kunt dan op je gemak, rustig varend, een veilige ligplaats zoeken. Negeer je dat alarm, of heb je het niet, dan zal op een gegeven moment de motortemperatuur oplopen voordat er schade is ontstaan aan je uitlaatsysteem. Nou, hopelijk heb je een watertemperatuuralarm op je motor en geef dat alarm aan dat er een probleem in het koelsysteem is. Heb je dat niet, op een gegeven moment gaat je motorblok overkoken, loopt die onherstelbare schade aan, nog voordat de temperaturen in je uitlaatsysteem zo hoog zijn opgelopen. Dus monteer vooral een uitlaatalarm en onze kunststof waterloks kunnen uitstekend tegen hogere temperaturen. Nou, voor extreem veel eisende toepassingen, denk aan patrouilleboten, reddingsboten, die ongeacht een temperatuuralarm toch door moeten varen vanwege een taak op het water, hebben we een speciaal materiaal ontwikkeld, Navidurin. Dat heeft nu Lloyds goedkeuring voor uitlaatsystemen, zodat ook als je weet dat je een probleem in het systeem hebt, je uitlaatsysteem je zo lang mogelijk beschermt tegen te hoge temperaturen. Wil je het geluidsniveau in de boot nog verder terugbrengen? Een waterlok vibreert altijd een beetje door de pulserende uitlaatgassen. Normaal gesproken dempt het water het genoeg. Wil je het nog verder dempen, dan kun je het uitlaatsysteem monteren op vibratiedempende voetjes, waardoor het geluidsniveau en vooral vibraties in de boot nog verder gedempt worden. Wil je het geluidsniveau buiten de boot nog verder dempen, dan kun je een gas-waterscheider toepassen. Die worden veel gebruikt bij generatorsets, omdat je juist als je voor anker ligt zo weinig mogelijk geluid wil. Maar je kunt ze ook toepassen voor de hoofdmotor. Vanaf de waterlok komt dan een slang naar de ingang. Het koelwater zakt via deze slang rustig naar beneden toe en kan overboord worden gezet. Het uitlaatgas komt uit deze opening en kan via een spiegeldoorvoer naar buiten toe worden afgevoerd. Nou, het geluidsniveau is nu bijna niet meer waarneembaar. De slang vanaf het waterinjectiepunt naar het waterlok hoort zo recht mogelijk naar beneden te lopen. Een hoek van ongeveer 45 graden is al voldoende. Dan weet je zeker dat het koude koelwater goed mengt met de hete uitlaatgassen. Bij snelvarende boten is dat vaak niet mogelijk en loopt de slang vanaf het waterinjectiepunt wat horizontaal naar achteren toe. Wat er dan kan gebeuren, zeker bij wat lagere snelheden, bij weinig vermogen, is dat het hete gas zich boven in de slang verzamelt en niet mengt met het koude koelwater onderin de slang. En dan kan het gebeuren dat de slang na veel draaiuren schade oploopt. Om een goede menging te verzorgen kun je daarom een mixer monteren. Die zorgt ervoor dat ook bij lage snelheden het koude koelwater de hete uitlaatgassen goed afkoelt. Je kunt nu in principe een slang naar buiten toe voeren, maar je zult dan een behoorlijk uitlaatgeluid hebben. Daarvoor leveren we dempers specifiek voor snelvarende schepen. Daar zit ook een terugslagklep in. Bij snelvarende schepen, zeker bij grote systemen, loop je het gevaar dat als de boot 50, 60 km per uur vaart en je gaat ineens van het gas af, de boot afremt, maar het water nog steeds richting de boeg beweegt. Het water haalt dan als het ware de boot in en je kunt dan waterschade in je motorblok krijgen. De Vetus-demper voor snelvarende schepen is daarom voorzien van een terugslagklep die dat heel veel opvangt. Ook onze spiegeldoorvoeren zijn daarom voorzien van terugslagkleppen, zodat golven niet in het systeem kunnen dringen. Een zwanenhals of gooseneck zorgt ervoor dat buitenwater niet in het uitlaatsysteem terecht kan komen. Denk dan bijvoorbeeld aan de invloed van golven die continu wat druk op het systeem zetten. Een boot die een keer wat zwaarder beladen is en daardoor verder inzinkt. Maar bijvoorbeeld ook aan helling op bijvoorbeeld zeilboten. Je kunt een zwanenhals maken van slang, maar onze voorgevormde oplossingen dempen het uitlaatgeluid nog eens extra en zijn vaak veel makkelijker te installeren.
De NLPG heeft een roterende boven- en onderkant en ook de in- en uitlaat roteren, zodat die heel eenvoudig te installeren is. De LT-serie is vooral bedoeld voor grote schepen. De ingang zit ook onder een kleine hoek gemonteerd, zodat ook grotere slangdiameters van 150 mm en zelfs nog groter zo eenvoudig mogelijk gemonteerd kunnen worden. Voordat je gaat installeren is het verstandig om nog een paar laatste controles uit te voeren. Stap 1, kijk of de waterlijn en tel daar 15 cm naar boven toe bij op, ruim onder het injectiepunt liggen. Is dat niet het geval, plaats dan altijd een air vent, bijvoorbeeld de ASDV met het eendebekklepje. Ligt de waterlijn daar duidelijk onder, dan is het nog steeds verstandig om een air vent te plaatsen. Denk bijvoorbeeld ook aan de invloed van golven en dergelijke. Bepaal vervolgens de plaats van de spiegeldoorvoer. Zorg ervoor dat die minimaal 5 cm boven de waterlijn zit en hou bij motorschepen er rekening mee dat als je wat harder vaart, het achterschip vaak wat inzinkt. Nou, zorg ervoor dat ook dan de spiegeldoorvoer boven water zit, omdat je anders van die typische borrelende geluiden krijgt, omdat het uitlaatgas naar de oppervlakte stijgt. Voor zeilboten geldt, monteer de spiegeldoorvoer zoveel mogelijk in de hardlijn van het schip, zodat ook onder helling de doorvoer boven water zit. Bepaal vervolgens waar je de zwanenhals plaatst en hoe hoog je deze maakt. Het advies om de bovenkant van de zwanenhals minimaal 45 cm boven de waterlijn te hebben, zodat ook golven niet binnen kunnen dringen. Overdrijf het ook niet. Zorg dat de bovenkant van de zwanenhals niet te hoog ligt, omdat je waterlok en je motor dan steeds harder moeten werken om het overboord te pompen. Ongeveer een meter hoog is een goed compromis. Dus minimaal 45 cm, maximaal 1,5 meter, anders krijg je te veel tegendruk. Nu we het begin weten van het systeem, het waterinjectiepunt, en het einde van het systeem, de zwanenhals, kunnen we gaan bepalen hoe groot het waterlok moet zijn. We weten de slangdiameter, die volgt uit het motortype. En alle slangen die afwateren richting het waterlok, tel daar de lengte van op. Achter deze presentatie hangt een tabelletje waarmee je eenvoudig kunt bepalen, met slangdiameter en lengte slang, hoe groot de inhoud van het waterlok in liters moet zijn. Dubbele uitlaten worden steeds populairder. Vooral op kleine schepen, als je flink wat helling maakt, bijvoorbeeld omdat iedereen aan één kant staat, kan het zijn dat de spiegeldoorvoer onder water wordt gedrukt en je krijgt dan die typische borrelende geluiden van het uitlaatgas. Met een dubbele uitlaat zal het gas altijd de makkelijkste route kiezen, waardoor je die geluiden voorkomt. Ook op grotere zeegaande schepen wordt het steeds vaker toegepast. Een dubbele uitlaat zorgt ervoor dat het uitlaatgas altijd ergens makkelijk kan ontsnappen als de andere uitlaat onder water is gedrukt. Zorg wel dat de slangdiameter dan groot genoeg blijft. Is je waterlok bijvoorbeeld 90 mm, bedenk dan dat twee slangen van 45 mm een veel kleinere oppervlakte hebben dan één slang van 90 mm. Kies dan bijvoorbeeld voor twee slangen van 60 mm of reken de oppervlakte uit, dan weet je zeker dat je systeem met weinig tegendruk optimaal blijft functioneren. In deze video hebben we gekeken naar de taken van het uitlaatsysteem, naar de verschillende bedrijfsomstandigheden waaronder je watergekoelde uitlaatsysteem moet werken. En we hebben keuzes en dimensionering behandeld van alle onderdelen. Ik wil je hartelijk danken voor de tijd en de aandacht. Heb je vragen? Kijk op vetus.com, kijk door onze catalogus of loop binnen bij een Vetus verkooppunt.